Dat renovatie van je woning door eigen haard geen garantie is voor onbezorgd woongenot, bewijzen de ervaringen van de bewoners van de flats aan de Van Heuven-Goedhartlaan. Vlak na de renovatie werden bijvoorbeeld al stutpalen op de galerijen gezet. Maar waarom? Omdat er nu vastgesteld pas geleden dat er een constructiefout in de galerijen zit. Want wat moet hier gebeuren dan? Nou, de galerijen moeten verstevigd worden. Daar gaat per 1 maart waarschijnlijk nu eindelijk wat aan gedaan worden. Deze stempels die staan er alweer een maand of 2, 3. En we waren net van de andere troep af. Heel vervelend. En ik zie ook rubber hier op de galerij liggen. Waarom is dat? Dat klopt omdat ze een fantastische coating hebben aangebracht waar iedereen lekker op uitglijdt. En zeker als het een beetje vochtig wordt, dan lig je zo op je giecheltje. Een voordeur die verschrikkelijk tocht, waarvan ze dan zeggen van ja, nee, maar dat kunnen we niet maken, want er zit een steen dorpel in. Ja, dat wisten ze van tevoren, dat hebben ze van tevoren allemaal gezien en opgemeten. Ja, dan moet je niet achteraf met het excuus komen van dat het niet goed werkt. Er werd ons van tevoren gezegd van we gaan verduurzamen, energetische maatregelen, jullie gaan besparen op je stookkosten. Dat is natuurlijk, dat gaat hem niet worden. Want jullie betalen nog gewoon evenveel energie als voor de renovatie? Nou, ik heb onlangs even naar mijn gasverbruik gekeken en ik heb zeker niet bespaard als ik kijk naar de afgelopen 12 maanden. Ja, het is gewoon zo slecht verlopen allemaal, slechte kwaliteit, afgeraffeld, het is er echt doorheen gejast. En zelfs het schilderwerk is hier 3, 4 keer over hebben ze het moeten doen om eindelijk een beetje een normale kleur erop te krijgen. En die jongens die weten niet eens hoe ze moeten schilderen hoor. Ze hebben nooit van een schuur en een lapje gehoord. Dat de problemen leven bij meerdere bewoners bleek uit de opkomst toen ze hoorden dat RTVA lang zou komen. Tocht, kou, de mechanische ventilatie, de verwarming die gisteren nog vanzelf aanging. Het werkt gewoon niks zoals het werken moet. En we tochten gewoon de tent uit, nog erger als voor de renovatie. Ik heb nu, kwamen ze met een rolletje met tochtstripjes. En toen hebben ze tochtstripjes erop gemaakt. Nou ja, weet je, ik blijf even lachen, want dat helpt dus helemaal niks. Ja, maar dit is een hele dure doos. Er werd even een prijs gezegd. Ik zei, moet ik hem nog zelf gaan betalen? Ik heb het gevoel dat de mensen die de opdracht hebben gegeven voor de renovatie, eigenlijk niet weten wat we hebben gekregen of zich daar druk over hebben gemaakt. In proefwoningen zijn andere opstellingen getoond dan die wij uiteindelijk hebben gekregen in onze woningen. Verder blijkt dat als je eigen haard belt, ze totaal geen gebouwbeheersysteem hebben. Ze weten niet wat er in hun gebouwen zit. Of ik 2 toiletten heb, 1 toilet, een wastafel erbij of niet. Het maakt helemaal niet uit. De huur gaat gewoon door en omhoog. Maar het gaat erom dat wij als bewoners recht hebben om gehoord te worden door eigen haard. Als verhuurders een probleem hebben, een klacht hebben, dan moet het opgelost worden. Daar betalen we iedere maand voor. Gemiddeld betalen de mensen hier toch wel 500-600 euro per maand. En dat is 400 woningen, iedere maand weer. Die mensen hebben gewoon recht op een goed huis, daar hebben we recht op. En als we een probleem hebben, moet het opgelost worden. Het gaat gewoon om een vak van het beheren van flats, van gebouwen. Het is een ander vak, het is niet communicatie. Het is het beheren van vastgoed. Ja, wij dachten dat we erop vooruit zouden gaan. Maar we gaan er eigenlijk in wezen, dan zijn we gewoon verder van huis.